Hallo, goedemiddag, met Alain hier in Lombardia. En ik had hier een fantastische juffrouw. Dat filmen, hè? Die weet nog niet waarom, maar ik kreeg van mij alsjeblieft een mooi cadeau. Daarom mogen we mee in beeld komen. En die zei tegen mij, van, weet je, Alain, maar ik moet dat zo doen, hè? Wacht. Vertel eens, hoeveel kilo's ben je kwijt? 4,5 kilo. Maar dan had ze slecht nieuws, want ze zei eigenlijk, ze gestopt, want die namiddag, ik raak hem niet binnen. Met de gember. Hij zei, dus niet te zuipen. En je hebt dat beleefder gezegd. Ik heb dat anders gezegd. Ja, ja, maar het was eigenlijk wat je zei. Want je hebt zelf je potten weggegeven. Ja. En ik zeg van, eigenlijk heeft iemand tegen mij gezegd, zeg dat nu eens meer dat het in het warm lekker is. Maar ik denk, ze is hiermee een goede vriendin van mij. Dus ik denk van, weet je, ik trakteer haar een warme. En wat is er gebeurd? En? Beter. Veel beter. De scherpe smaak die ik absoluut niet lustte, die is er af. Oké. Okay. Als ze warm is. Dus, voilà, warm dus ik moet dat nog meer zeggen. Ja, inderdaad, want dat is niet mij opgekomen van je warm te maken die van schilderij. Ah, voilà. Dus nu gaat het dood doen, denk je? Ja, denk het wel. Oké, okay, cool. Dus ik moet het nog meer zeggen. Warm, probeer dat warm. Dat is echt een heel andere smaak. Een heel andere smaak. Voilà. En je kunt dat dan in een thermos doen of in whatever, hè. En je vroeg dan er juist van, en mag de ochtendversie in het warm? Ja, natuurlijk mag die ook in het warm, hè. Voilà. Wil je dat vertellen? Dat ik blij ben, dat ik verder kan doen. Omdat ik nu toch verder kan drinken, want ik zeg het niet meer goed zitten eigenlijk. Ah, cool. En wel super lief. Die zijn er vol, die zeggen, warm is top, zeker met die kou weer, warm met munt. Voilà, en wel, maar ja, je ziet, ik moet het eigenlijk meer zeggen. Oké, cheers.